De acties van het RBT van het Korps Politie Suriname zijn opgeheven. Dit is het resultaat van een gesprek dat het bestuur van de Surinaamse Politiebond gisteren heeft gehad met minister Stuart Getrouw van Justitie. Dit gesprek heeft plaatsgehad op instructie van president Desi Bouterse. In een persbericht meldt het NII dat de bespreking constructief is verlopen. Het bestuur van de politiebond had naar aanleiding van de kwestie van de inverzekeringstelling van de drie leden van het regio bijstandteam een schrijven gericht aan de president. Het ministerie van Justitie en Politie geeft aan dat een ieder zich moet onderwerpen aan de wet. Na het onderhoud heeft de minister gevraagd dat de speciale eenheid per direct haar werkzaamheden aanvangt. De politiebond heeft gehoor gegeven aan het voorstel van de minister en de acties van het RBT zijn opgeheven.